eens even kijken of ze nog helemaal heel is. Het is in ieder geval voor het goede doel als ze een blessure oploopt. Peppy, goedemiddag. Goedemiddag, ja, ik ben nog helemaal heel hoor. Lorena heeft me tot nu toe nog gelukkig nog heel gelaten. En volgens mij is haar handschoen ook thuis gelaten. Ik heb geen grote tas gezien, dus dat is heel prettig. Lorena Klein, jij bent kickbokser. Chronische kickbokser. En jij doet mee aan een vrijwilligersproject in Colombia. Zodat meisjes daar ook kunnen gaan boksen. Hoe is de situatie daar eigenlijk? Is dat normaal daar als meisje om te gaan boksen? Nee, totaal niet. Totaal niet. Er is daar heel erg een ongelijkheid tussen man en vrouw. Macho gedrag wat heel erg bovenaan staat. En wat voor de vrouwen natuurlijk heel naar is, is ook het stukje wat erbij komt kijken. Is mishandeling, misbruik, verslaving. Dat is eigenlijk waar de vrouwen ook heel veel te maken mee hebben daar. Ja, en hoe ben je zo betrokken geraakt bij dit project? Een oud klasgenootje van mij, Andrea González. Zij is verhuisd naar Colombia en zij is het project, of eigenlijk Volunteers in Colombia gestart. En daarvan is Box to Grow is een onderdeel daarvan. En zij heeft eigenlijk mij gevraagd of ik daar de ambassadrice van wil zijn. Ja, en nu ben jij oorspronkelijk afkomstig uit Colombia. Je bent geadopteerd. Is dat ook de reden waarom je dan ook op die manier aan zo'n project verbindt? Ja. Ja, het is wel bijzonder dit, want ik heb nooit echt eerder heel erg een connectie gehad met mijn thuisland. Nooit echt de behoefte gehad om terug te gaan. Maar toen ik van dit project hoorde, was wel gelijk dat ik dacht van ja, dit wil ik doen. Ik wil hun helpen en hier ga ik mij voor inzetten. Ben je wel eens terug geweest naar Colombia? Nee, nog nooit. Dus dit zou misschien een mooie reden zijn om een keer langs te gaan? Ja, zeker. Ja, dat zou heel, heel tof zijn. Ja, en Box to Grow heet het. Wat houdt het dan precies in? Nou, Box to Grow is een project. Wij proberen dit project op te zetten voor 40 meisjes. Wat ik net al vertelde, het zijn meisjes die te maken hebben met misbruik, met mishandeling, met verslaving en ook met het stukje ongelijkheid. Dus wat wij willen doen is eigenlijk hun een veilige basis geven, ook om te leren hoe kan je omgaan emotioneel met bepaalde dingen. Een stukje zelfvertrouwen vanuit het boksen, dat is wat wij willen gaan doen. Ja, en hoe, dat kost natuurlijk geld. Ja, alles kost geld. Ja. Hoe ga je dat ophalen? Nou, wat we nu doen is voornamelijk eigenlijk familie, vrienden, maar ook bedrijven die we aan het benaderen zijn. Wat we ook hebben nu is een online veiling. Dus kunnen mensen bieden op spullen waarvan het geld eigenlijk ook rechtstreeks naar het project gaat. Maar dan krijg je er eigenlijk ook weer wat voor terug. Dus eigenlijk links, rechts. Het maakt niet uit hoe, als wij het maar bij elkaar krijgen. Ja, want hoeveel geld is er nodig om dit project dan echt tot een succes te laten zijn? Er is voor een jaar, als wij 40 meisjes hieraan willen laten meedoen, hebben wij €20.000 nodig. En wij zitten nu op 6.500. Ja, we gaan eigenlijk volgende maand gaan we al starten. Zo, en hoe start je zoiets? Want zij zit daar dan, jouw vriendin, Andrea. En jij zit hier natuurlijk. Hoe gaat dat dan? Nou, we hebben een klein team voor het project zelf dan. Andrea regelt eigenlijk alle grote dingen ook in Colombia zelf. Wat ik hier in Nederland doe is een stukje fundraising, podium zoeken, net als bij jullie nu. Bij deze inderdaad. Ja, dankjewel daarvoor. En dus familie, vrienden, van klein naar groot. Het maakt ons eigenlijk niet uit als we het geld maar bij elkaar krijgen. En is het ook lastig om in Colombia meisjes te vinden die hieraan mee gaan doen? Nee, want Andrea staat ook met het team en nog wat andere mensen staan eigenlijk rechtstreeks in de armste wijken. Daar werken ze ook echt mee, want ze doen verschillende dingen, zoals ook noodhulp, voedselpakketten uitdelen. En dan sta je natuurlijk in direct contact met ook de meisjes. Dus zo halen wij eigenlijk ook de meisjes eigenlijk letterlijk van de straat om ze een beter linkse hoekste te gaan geven aan iemand. Ja, precies. En waar kunnen mensen doneren als ze denken van dit vind ik een mooi project? Nou, we hebben via de site, kan je sowieso heen en daar staan eigenlijk alle gegevens op. Dus www.volunteersintcolombia.com is het. En daar staan eigenlijk alle linkjes op, kan je rechtstreeks doneren. Je kan ook op de veilingen bieden. En daar staat eigenlijk alle informatie op. Goed, ga ik daar even op kijken. Mooi project. Succes. Ja, je gaat er echt op kijken, hè? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het is een mooi project. Voetballen komt zo. Binnenkort ook kickboksen. Beppie van der Sluis voor al uw sporten. Dankjewel, Beppie. Goed doel natuurlijk. Hartstikke mooi als mensen zich daarvoor aanmelden. Het loopt alweer aardig richting.